Waar Charlotte ook al over had, hè, de spannendste wedstrijd ooit. Voel jij dat al een beetje nu, Koen? Ja, nee, zeker. Het is natuurlijk sowieso een fantastisch seizoen geweest. Hè. Laat dat voorop staan. Het is echt ongekend. Max is nu, denk ik, een jaar of zes nu in de Formule 1 actief. En hij, Red Bull, fantastisch team, maar ze zijn nog nooit zo dichtbij gekomen. En nu hebben ze echt mee kunnen doen. En nu kan hij gewoon wereldkampioen worden. En het vuurtje wordt zo ontzettend opgestookt. Zeker de afgelopen dagen. Er wordt met mollen gesmeten. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Maar het is ongekend. En nu de grote apotheose van zondag. Ja, en jij bent een enorme fan. Waar is bij jou de liefde begonnen voor deze sport? Het was geen liefde op het eerste gezicht, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vond, oneerbiedig gezegd, zat ik te kijken naar een paar autootjes die over een baantje reden. En het ging erom wie er als eerste over de streep komt. Wat is daar nou aan, hoor je dan van mensen? Ja, nou ja, en het ene team, het ene autootje, want het ene team had miljoenen meer dan het andere. Dus ja, die motor ging harder. Dus ik dacht, hè, maar als je er echt in gaat verdiepen, het is echt een gelaagde sport. Het is...